De brandweerbond is opnieuw in actie. Voor vanmiddag stond er een gesprek op de planning met justitieminister Kenneth Amoksi. De bewindsman zei vanmorgen voor de regeringsraad gisteren een schrijven te hebben ontvangen van de brandweerbond over de betalingen van onregelmatige diensten. Wat nu bij de brandweer gebeurt, is dat ze op die zondagen in hun rooster dus overuren boeken. Dat is dus een dubbele betaling. En vanaf 2019 doen ze dit. De wettelijke grondslag, we hebben daarnaar gezocht. We hebben gezocht. Ze zeggen, mijn laatste ex-collega heeft ze mondeling toestemming gegeven om deze regeling te hanteren. Nogmaals, ik heb het laten onderzoeken. Amoksi geeft aan over en weer te hebben gesproken met de brandweerbond en om advies te hebben gevraagd om de gesprekken over de kwestie wederom op te starten. Ik heb al een maand wacht ik op een advies van Binnenlandse Zaken hierop, zodat ik ze een afdoend antwoord kan geven. Ik had een principe overeenkomst met ze ondertekend. Onder de voorwaarde dat de regeringsvergadering, dat de RVM, dit zou bekrachtigen. Omdat ik niet iets kan ontdekken en dat ik dan doorga met een foute gedragslijn. Dus dat is eigenlijk de hele issue omtrent de staking van de brandweer. Amoksi geeft aan dat er eerder een principeakkoord is bereikt dat de Raad van Ministers moet bekrachtigen. Als bewindsman kan hij niet alleen beslissingen nemen over de betalingen. Op 26 februari jongstleden ging de bond ook al in beraad, maar dan om de uitbetalingen van vergoedingen van zon- en feestdagen. De actie duurde toen ongeveer een week.